Deze webinar gaat over het voorkomen van cyberaanvallen. We overlopen hoe je je kan beschermen tegen phishing, CEO-fraude en het kraken van wachtwoorden. Iedereen kan het slachtoffer worden van een cyberaanval. Het kan voor een bedrijf grote gevolgen met zich meebrengen, zowel organisatorisch als financieel. Het kan ook zorgen voor imagoschade. De beste cyberbeveiliging? Een geïnformeerde werknemer. Dit is Jan. Jan is een werknemer in mijn transportbedrijf voor gekoelde voeding. Hij is een administratieve duizendpoot. Hij goochelt zonder problemen met bestelbonnen, facturen en zoveel meer. De vlotte werking van onze organisatie hangt van hem af. Vorige maand bracht hij ons zwaar in de problemen. Al had het iedereen kunnen overkomen. Jan had een bestand in een mail geopend, waardoor al onze systemen werden gegijzeld. We kregen een bericht dat we een bedrag moesten betalen om onze bestanden terug te krijgen. Als we niet binnen de 3 dagen betaalden, werd alles gewist. We waren dus overgeleverd aan cybercriminelen en konden niets meer. De laatste backup was een half jaar oud, dus veel bestanden waren gewoon echt verloren. We betaalden zelfs los geld voor de ontcijfersleutel. Helaas was de meerderheid van onze bestanden nog steeds onleesbaar. Ik ging aangifte doen bij de politie. Daar vertelden ze me dat veel bedrijven verlies maken door dit soort cyberaanvallen, terwijl er niet eens ingewikkelde hacking aan te pas komt. Wereldwijd wordt er geschat dat er jaarlijks zo'n 400 miljard euro verloren gaat aan cyberaanvallen. Vaak rekent men op onbeveiligde systemen. Maar een ongeïnformeerde gebruiker kan een aanvaller onbewuste toegang verlenen. Ik neem het mijn werknemers niet kwalijk. Ik wist ook niet welk gevaar een e-mail met zich kon meebrengen. Cybercriminelen zijn slimmer en sluwer geworden. Ze gaan heel ver om je te laten geloven dat het echt is. Jan, die eerder in de val was gelokt, staat er nu op dat onze werknemers voldoende geïnformeerd zijn, zodat ons dit niet nog eens overkomt. Naast het goed beveiligen van onze systemen en vaker backups maken, zorgen we ervoor dat onze werknemers onze sterkste schakels zijn. Daarom lichten we onze collega's in over het type e-mails dat argwaan moet opwekken. Zo zullen onze werknemers voortaan hun wenkbrauwen fronsen bij het krijgen van een verdachte of vage e-mail. Jan ontving een mail van een bekend cateringbedrijf waar wij nog nooit mee hadden samengewerkt. Maar de phishingmail kon evengoed van een partnerbedrijf komen. Naast het feit dat de mail onverwacht kwam, was de boodschap redelijk vaag. De mail sprak Jan of ons bedrijf niet rechtstreeks aan en ze spraken van een tweede aanmaning voor een dringende factuur, terwijl we nooit een eerste hadden gezien. De factuur zat als bijlage toegevoegd in een Word-document. Jan panikeerde en deed het bestand open om te zien waarover het ging. In tekstdocumenten of presentaties kan er een virus verscholen zijn in de macro. Dit is een programmeercode. Deze wordt geactiveerd als je dat vervelende gele balkje bovenaan je bestand wegklikt. Als je niet zeker bent, klik je dit dus het best niet weg. Daarnaast moet je zeker ook oppassen met bestanden die .exe of .js als extensie hebben. Dat zijn uitvoerbare bestanden. Maar wees altijd op je hoede, want elk soort bestand kan een virus bevatten. Daarnaast was er nog iets verdacht aan het bericht. Het e-mailadres was niet officieel van hen. Het e-mailadres lijkt grotendeels op dat van het officiële bedrijf, maar is het niet. Dit kan een kleine typfout zijn. Maar soms gaan ze een pak verder. Door het spoeven van een e-mailadres bijvoorbeeld. In dit geval benoemen ze de accountnaam van het e-mailadres naar het echte officiële e-mailadres. Dit kan je nagaan door met je muis op de afzender te klikken. Zo kan je er snel achter komen of het een officieel e-mailadres is. Maar zelfs als het een officieel e-mailadres was, controleer je best even de afzender via een andere weg. Frauduleuze berichten komen tegenwoordig niet alleen meer via e-mail, maar worden ook verspreid via sms of andere social media. Wat vaak gebeurt in zo'n berichten is dat je gevraagd wordt op een link te klikken. Deze kan je infecteren of je accountgegevens stelen. Je kan dit controleren door met je muis over de link te gaan. Meestal lijkt de link meteen verdacht, maar soms maken hackers gebruik van slimme trucjes. Zo maken ze opzettelijk een schrijffout in de website zijn naam of gebruiken ze een verkorte link, zoals bit.ly. Een ander trucje is een website gebruiken om je te doen denken dat je bijvoorbeeld naar een bank surft. Hier is de echte website het stukje dat net voor het domein .be valt. Dus phishing.be en niet bank.be. Jan stelde voor dat onze werknemers bij verdachte berichten proberen de afzender via een andere weg te contacteren.
Als het te onwaarschijnlijk is, raadt hij aan de e-mail door te sturen naar verdachte@safeonweb.be of naar de ICT-dienst van het bedrijf. Dus wat onthoud je over phishing? Wees voorzichtig met onverwachte, dringende en vage berichten. Denk twee keer na voor je een bijlage opent. Let op e-mailadressen van afzenders. Controleer de link in een bericht en probeer de afzender via een andere weg te contacteren. Er bestaat ook zoiets als CEO-fraude, een poging tot frauderen door het misleiden van werknemers die toegang hebben tot de bankaccounts. Toen we hierover een brochure lazen, hebben we een controleprocedure voor betalingen ingesteld. Ik was verrast te horen dat aanvallers e-mails in mijn naam sturen, als bedrijfsleider, met de dringende vraag een betaling uit te voeren. Ze kunnen dit doen door ofwel mijn account te hacken, ofwel het e-mailadres te spoofen, zoals we eerder zagen. Sommige aanvallers houden social media in het oog om te weten wanneer ik op vakantie ben, zodat ik niet in de buurt ben. Uiteraard is dat niet altijd het geval, maar ik heb wel meteen mijn privacy settings van mijn social media accounts aangepast. Nu we onze collega's hierin trainen, ontdekten we dat we ook een probleem hebben met de digitale sleutels in onze organisatie, de wachtwoorden. Velen gebruikten simpele wachtwoorden zoals password 123 of Alain 1978. Sommige waren zelfs nooit veranderd. Aan onze receptie hingen zelfs post-its aan de schermen met wachtwoorden. Je kon ze zo aflezen of fotograferen. Na wat rondvragen bleek dat velen hetzelfde wachtwoord gebruikten voor de toegang tot een laptop, e-mailaccounts en hun social media. Als een cybercrimineel één wachtwoord ontdekt, lopen al je beveiligde online zaken groot gevaar. We hebben iedereen verplicht zijn wachtwoord te veranderen naar een sterkere combinatie. De gekende 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 cijfer, 1 leesteken blijft dus sterk. Behalve als het voorspelbaar is, zoals Alain 1978. Een sleutelrobot die automatisch verschillende combinaties op je account uitprobeert, heeft zoiets snel gevonden. Een onwaarschijnlijke combinatie van woorden is gemakkelijk te onthouden en sterker omdat het lang is. Zoals, oma schiet elke dag met 2 bazooka's. Minstens 12 karakters is aangeraden. Voor de gemakkelijkheid kan je dit afkorten. Als je je wachtwoord moet veranderen, gebruik dus geen teller op je originele wachtwoord. Zo wordt het te voorspelbaar. Jan en ik gebruiken nu een paswoordmanager, gezien we veel accounts te beheren hebben. Dit is een beveiligde digitale kluis waar we alle wachtwoorden van de organisatie insteken. Hier hebben we een stevig wachtwoord opgezet. Alle wachtwoorden op één plek lijkt eng. Hier is de kluisencryptie veiliger dan hoe we vroeger te werk gingen. Dankzij deze digitale kluis moeten Jan en ik nu niet elk wachtwoord van buiten kennen of simpeler maken. Dus wat onthoud je over wachtwoorden? Hergebruik geen wachtwoorden. Maak een sterke combinatie van minstens 12 karakters. Maak je wachtwoorden niet voorspelbaar. Gebruik geen teller bij het veranderen van je wachtwoord. En een paswoordmanager kan heel handig zijn. We hebben geleerd uit deze tegenslag, waardoor iedereen in het bedrijf nu veel steviger in zijn schoenen staat. Op die manier hebben we een zwakte omgevormd tot een sterkte. Aan onze werknemers zal het zeker niet meer liggen. We hameren erop dat ze steeds alert zijn en dat ze bij elke bedenkelijke situatie alarm slaan. We proberen op deze manier de aanvallers telkens een stap voor te zijn. Dus wat onthoud je van deze webinar? Denk na bij het openen van e-mails. Denk na bij dringende overschrijvingen. Kies sterke wachtwoorden en ga er goed mee om.